ben Rami Moharram Fouad. Ik ben 17 jaar en woon al eigenlijk heel mijn leven in Antwerpen. Het is ook daar waar mijn meeste projecten tot stand komen. Ik ben zowel met fotografie als met film bezig. Fictiefilm, maar ook overlaatst een documentaire. Ja, ik heb een helemaal. Vandaag ben ik begonnen met mijn documentaire te draaien, dus de eerste draaidag. Het gaat over een balletdanser. Antwerpse balletdanser die ook juist is begonnen in het wereldje van de ballet. Voor mij is de kleur en het licht in een film heel bepalend en heel belangrijk. Ik speel dus heel vaak met de kleuren in een omgeving, want meestal weet ik niet echt op voorhand waar of hoe dat ik ga belanden. Ik doe veel intuïtief. Ik wou veel mensen mij ook afschrijven, maar dat daarvoor heet ik een beetje mijn voeten aan. Ja. 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 Heel goed. Als je jong bent en je hebt wel de interesse in de dingen die ik doe bijvoorbeeld, maar ook in andere dingen, dan zeg ik gewoon doen. Dat is het enige dat ik kan zeggen, want je bent echt tot meer in staat dan je denkt. Antwerpen is een heel creatieve stad. Dus als je als jongere daar je interesse in hebt, dan vind je echt wel je weg. Mwah.